Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag jongens en meisjes, een gloednieuwe Lego nieuws video. En vandaag zal ik het hebben over Lego Toy Fair nieuws. Dus Toy Fair is een soort van plaats waar ze nieuwe Lego sets tonen. En een van deze sets is de Lego Razor Crest van de Mandalorian. Dit is set nummer 75292 en er zullen 5 mannetjes in deze set zitten. IG-11, Grief Karga, Baby Yoda en de Mandalorian. En ook nog een Scout Trooper. Hele coole mannetjes, zeker de Baby Yoda mannetje, want holy flip, jongens en meisjes. Baby Yoda is echt de dikste hype geweest. En we hebben hem nu als Lego, dat is echt super cool. De meeste mensen gaan waarschijnlijk deze set kopen voor Baby Yoda. Ik zou het eigenlijk ook wel doen, maar ik weet niet of ik deze set echt wil. Maar jongens en meisjes, laten we doorgaan naar de prijs en de release datum. Dat weet ik eigenlijk niet, dat is eigenlijk niet vermeld. Maar jongens en meisjes, laten we nu doorgaan naar het volgende. Het volgende, jongens en meisjes, gaat over de nieuwe Minions sets voor de nieuwe Minions film. Of jawel, de nieuwe verschrikkelijke ikke film. Maar heel coole sets. Deze set is ook heel cool. Het is een 4+ set. Maar je krijgt er wel 2 minions bij. Kevin en Otto. En het noemt ze de Minions en Gru Lab. Voor 4+, 20 tot en met 15 euro. Heel cool. Laten we doorgaan naar de volgende set van de Minions. De volgende Minions set is een 4+ set. En het is een Minion, Pilot en Training. 4+, zoals ik zei. 20 tot 25 euro. Je krijgt 2 minions. Bob en Stuart. Heel tof, jongens en meisjes. Het is een kleine vliegtuig met een banaan, een koffertje en een soort van pindazakje en een hotdog. Dus een redelijk coole 4+ set. Ik bedoel, voor kinderen is het wel leuk. Je krijgt er 2 minions bij en een klein vliegtuig. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar de volgende minion set. Deze minion set is waarschijnlijk mijn favoriete van alle sets van de minions dat nu zijn getoond of dat ik nu ga tonen en die ik nog moet tonen. Maar jongens en meisjes, je krijgt er 2 minions bij. Het zijn de Bob en Stuart en natuurlijk ook Gru en het noemt de Unstoppable Bike Chase van 15 tot en met 20 euro. Redelijk coole set, ik bedoel, je hebt de Gru en je hebt de coole motor. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar mijn tweede favoriete set van deze Minions sets, dus let's go. Oké, jongens en meisjes, dit is mijn tweede favoriete set van de Minions. Redelijk cool, je krijgt hier 3 minions bij. Je krijgt Kevin, Stuart en Otto. Sorry, ik moest even lezen van mijn blaadje. En het noemt de Kung Fu Battle, 25 tot en met 20 euro. En ik moet zeggen, redelijk cool. Je krijgt zo'n tempelachtig iets. En dan nog een kleine, 2 kleine stukjes waar je minions kan opzetten en hun laten trainen. Redelijk cool, je krijgt ook nog een draak, min of meer. Cool. En je krijgt heel veel bananen in verschillende kleuren. Dus dat is ook cool. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar de laatste minion set voor vandaag. De laatste minion set voor vandaag noemt de Brickbuild Minions Ender Layer. Voor 45 euro tot met 40 euro. Dus ik zou zeggen bijna 50 euro voor deze 2 Lego minions. Met 3 mannetjes. Je krijgt Stuart, Kevin en Bob. Dus alle 3 de minions van de Minions movie. Als je begrijpt wat ik bedoel. En in deze minions, in deze Lego minions, is er een soort van geheime basisachtig iets. Heel cool. Ik bedoel, waarom niet? Maar het is niet echt een van mijn favorieten van deze serie, van deze sets. Maar jongens en meisjes, laten we doorgaan naar het volgende deel van de video. Dus let's go. Oké, jongens en meisjes, het volgende is de Lego minifiguren serie 20 met 16 mannetjes. Dus als je niet weet, waarschijnlijk weet je het wel. Lego doet elk jaar een minifigurenlijn waar ze speciale mannetjes met speciaal haar of speciale uniformen aandoen of speciale wapens. En dit jaar is wel heel cool, vind ik toch zelf. Maar jammer genoeg zit er geen Mr. Gold of Mrs. Gold in. Want in 2010 hebben ze, in 2010 hebben ze een Mr. Gold in zulke mannetjes gezet. En iedereen was zo hyped van, wow, Mr. Gold. En dat was heel cool, maar jammer dat ze nu geen Mrs. Gold hebben gedaan, dus mevrouw Gold. Beetje jammer, maar jongens en meisjes, laten we beginnen van links naar rechts en van boven naar onder. Dus we hebben als eerste Pinata jongen, dan hebben we de hip-hopster, dan hebben we die Bone/Erwt meisje, dan hebben we de ridder met de oranje en bruine vlekken of zo op zijn uniform. Dan hebben we een piraat, een astronaut / een wetenschapper, een lama meisje, een viking, wat heel cool is, een baard / helm, design is wel heel cool. Dan hebben we de Power Ranger, die is waarschijnlijk mijn favoriet. De nunchuck jongen, met zijn nunchucks, heel cool. De sportatleten, een hele coole medaille. Ik denk dat er van de team
Ik weet niet precies zeggen welke naam dat is, want ik had toch fout zeggen. Maar er was een specifieke serie van Lego waar ze alleen maar atleten en andere wel topsporters erin hebben gedaan. En er was ook zo'n medaille rond hun nek. Dus heel cool. We hebben dan ook nog een duikster of zo met een schildpad. Heel cool schildpad. Een Lego jongen of een Lego blok jongen in het groen. Dus vorig jaar of 2 jaar geleden hebben we een blauwe en een rode Lego blok gehad. Dus de groene. En heel cool. We hebben ook nog een rocker of zoiets met een coole gitaar. En een meisje die gaat slapen in haar pyjama's. De pyjama's. Cool met een soort van konijn. En dan hebben we ook nog een drone kerel. Drone is op zich is heel cool. Dus jongens en meisjes. Heel coole mannetjes. Jongens en meisjes. Laten we doorgaan naar het volgende deel. Naar het volgende set / Lego ding voor vandaag. Oké, jongens en meisjes, het volgende is de Lego D.O. van Lego Star Wars. En het is van de Star Wars The Rise of Skywalker film. Het is 10+, het is set 75278, het is D.O. 519 stukken. En heel cool, het gaat verkopen voor 70 of €60. En we hebben ook al 3 andere Lego Buildable Figures gehad. We hebben al Yoda gehad, BB-8 en we hebben ook al een Pork gehad. Dus heel cool, dit is de 4e in de lijn van Buildable Lego mannetjes. En hier heb je ook nog een foto van D.O. maar dan uit de box en gebouwd. Dus heel cool jongens en meisjes. Laten we doorgaan naar het volgende ding. En ook het laatste ding voor vandaag. Dus let's go. Oké, jongens en meisjes, het laatste voor vandaag is de Spider-Man Venom Sodus Ambush. Het is set 76151 en het gaat over Spider-Man en het heeft 640 stukken en het zal in maart 2020 released worden, dus in de winkels komen. Dat kan je het kopen en ik moet echt zeggen, jongens en meisjes, deze set is echt cool, echt magnifiek cool. Je krijgt 5 mannetjes, waaronder Spider-Man, Spider-Ham, Iron Spider, Venom en een Skelet. Dus een Skelet is niet zo speciaal. Maar zeker dat tweede mannetje, Spider-Ham. En jongens en meisjes, laten we eerst naar de Venom Sodus kijken en nog naar de Spider-Buggy. Oké, jongens en meisjes, hier hebben we de Venom Sodus. En dat doet mij denken aan Godzilla en natuurlijk ook aan een T-Rex. Maar heel cool. Deze zwart-witte dingen dat je ziet zijn waarschijnlijk stickers. De ogen zijn redelijk cool, want dat zijn een soort van klauwen. En natuurlijk een heel erg grote tong, want ik bedoel, als er geen lange tong in zit waar Venom bij zit, dan is het geen Venom set. Maar jongens en meisjes, laten we even kijken naar de Spider Buggy. Jongens en meisjes, de Spider Buggy is eigenlijk ook een monster truck. Maar heel cool, je kan een soort van kanon zien van boven. En ik denk dat er plaats is voor 1 of 2 mannetjes. 1 van achter en 1 van voor, denk ik. En heel cool. Er zitten ook rekkers bij. Dus als je hem eigenlijk laat vallen, dat hij eigenlijk een beetje stuitert met zijn wielen. Dat is heel cool. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar het derde / kleinste deel van deze set. Het kleinste ding van deze set is deze machine ofzo. Waar er symbioot uitkomt, wel uit een ei. Nog met 2 eieren en een soort van spuit ofzo. Heel cool. Maar jongens en meisjes, laten we doorgaan naar de mannetjes. Jongens en meisjes, het leukste van deze set zijn de mannetjes natuurlijk. Spider-Man, Spider-Ham, Iron Spider en Venom. Hij krijgt ook nog een skelet, maar dat is niet zo echt speciaal. En zeker en vast, Spider-Ham is wel nog speciaal voor deze set. En de Iron Spider, want die krijgt nog detail bij zijn nieuwe torso en zijn nieuwe hoofd. Dus heel cool. En Venom en Spider-Man, wel, die twee zijn gewoon hetzelfde gebleven. En de skelet is niet zo speciaal. Maar jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Geef een like, abonneer hier beneden, klopbeetje dat je nooit de video mist of reeds. En dan zie ik hem later in dikke, vette, doei.